Ik ben hier bij Ingrid van de Bed & Breakfast De Boszakker. Ingrid, waar loop jij warm voor? Ja, ik loop warm voor eigen brood bakken. En dan specifiek voor deze brood bakken. Dat is ook wat we aan onze gasten serveren, deze brood. Met deze brood, omdat de meeste mensen bij deze zuurdezenbrood, een hele zure Duitse brood, het zware brood zeg maar, voor ogen hebben. Maar voor mij is de truc zeg maar, om het lichte dezenbrood te pakken. Dat vind ik zelf het lekkerste. En ik merk dat onze gasten dat ook echt super lekker vinden. Het begint bij een dezenpapje, zeg maar. Een papje van tarwebloem, wat ik elke week onderhoud. En die voed ik elke week en daarmee die gebruik ik dan ook als basis voor het dezenbrood bakken. Als ik dezenbrood ga bakken, dan doe ik ongeveer 8 uur van tevoren maak ik een papje van tarwebloem of met roggemeel of volkorenmeel. En dat daarmee activeer ik de dezen. En daardoor ontstaan er allerlei natuurlijke gisten in het meel. En met die gisten ga je eigenlijk brood bakken. Ja, ik loop warm voor eigen brood bakken. En dan specifiek voor dezenbrood bakken.